Hallo Ine, jij hebt vandaag een hele behandeling gehad en ik wil graag weten hoe het nu met jou gaat na de behandeling. Ja, ik zou zeggen helemaal goed. Ik ben helemaal verbaasd. Ik kan mijn armen weer bewegen, Ja, omhoog hartstikke mooi. krijgen, Ja, wat zie je ik het? jaren eigenlijk niet heb gekund. En Ja. mijn nek. Ik kan weer alle kanten op kijken. Nou, ik sta gewoon perplex. Ja. Want ik heb al zo lang last en van mijn rug en van mijn schouders en mijn nek. Op laatst weet je gewoon niet meer en denk je, nou ja, het zal wel bij mij horen. Maar nu kwam ik met jou in contact. Ik denk, nou, dat moet ik een kans geven. En Ja. ik ben echt helemaal enthousiast. Nou, dat is Fijn, hartstikke fijn. ben er blij mee dat Ja. het zo gegaan is. Ja, en Ja. ik ook. Ja, Ja. heel erg fijn. Ja. Dus er is toch wel wat aan te doen. Ja. Ja, dat is dan goed om te ervaren dat je Ja. nooit moet stoppen met zoeken en inderdaad Inderdaad, nog hulp kan inderdaad. vinden. Ja. Ja. En je vertelde ook dat dat gezonde voeding er ook wel veel mee te maken heeft. Want dat Ja. vond ik zo leuk dat jij de salade mee had gebracht en de smoothies. En nou ja, ik ben al gelijk naar de supermarkt gegaan en al allerlei dingen aangeschaft. Want ik sta er wel achter dat het ook zo is. Ja. Dat dat ook Ja. wel invloed heeft. En wat je ook zei, de geestelijke gesteldheid is ook heel belangrijk. Ja. En dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, dat is de balans tussen de spanningen die je hebt en de ontspanning die het ook moet zijn en alle Ja. psychische stress die er bestaat en die invloed heeft op je lijf. Ja, Ja. daar kan ik me wel in vinden. Ja. Maar nogmaals, ja, ik ben helemaal enthousiast. Nou, Ik heb hartstikke nog wel mooi. wat vriendinnen die in Nou. hetzelfde schuitje zitten. Ja. Ja, dus wie Nou. weet. Nou, hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor je Jij heel erg leuke bedankt. Ik ben helemaal complimenten. blij. Nou, dankjewel.